Woensdag presenteerden GroenLinks, D66, Arnhem Centraal, PvdA, Partij voor de Dieren en Volt het Arnhemse coalitieakkoord. Het proces van de afgelopen maanden verliep soepel, zag formateur Paul Smulders. Het proces is echt heel fijn gegaan. Soms heb je wel eens onderhandelingen dat echt onderwerpen tegen elkaar uitgeruild worden. En dat iemand zegt, ik wil per se dat en ik wil per se dat. En nou, dat ze dan allebei iets krijgen waar ze niet heel blij mee zijn, maar dat ze elkaar niet gunnen. Dat heeft echt geen moment plaatsgevonden. Dus er is permanent bereidheid geweest om naar elkaar te luisteren. En het goede te doen voor Arnhem in plaats van alleen maar je partij politieke punten te scoren. Dus ik ben heel blij als formateur. In welke harmonie het gegaan is. En ik denk ook dat het heel veel vertrouwen geeft voor de komende 4 jaar. Na zijn rol als formateur wordt oud-Kamerlid Paul Smulders nu ook zelf wethouder. En ook de overige 6 wethouderskandidaten lieten zich zien. Ik ben ook de enige die als wethouder echt de vorige coalitieonderhandelingen en deze ook heeft meegemaakt. Wat is nou het verschil? Het werd ook net ook door de formateur genoemd. Ik denk een groot verschil is dat we nu met 6 partijen, zo'n best groot aantal partijen, samen hebben gezeten. Gemeenschappelijkheid hadden, maar dat ook steeds hebben gezocht. Dus we zijn steeds begonnen met wat zien we als opgave van de stad? Wat vinden we daarbij belangrijk? Wat is die overeenstemming? En hoe denken we dat we daar als coalitie een antwoord op zouden kunnen geven? En wat moeten we daarvoor opschrijven? Niet altijd hoef je alles heel uitgebreid op te schrijven. En hoe gaan we daarin dat ook verder samen uitwerken met de raad? En natuurlijk ook gewoon heel erg belangrijk, die is breder dan alleen maar de coalitie. Maar ook met de stad. Hoe ga je zorgen dat je wel duidelijk aangeeft, dit zijn de opgaven. En wij zien dit als doelstellingen, dit moet een richting van de oplossing worden. En dat we vervolgens wel ook uit gaan werken met de stad. We moeten het ook echt samen met elkaar doen. En in die verbondenheid, dat zit ook wel echt in het akkoord. Ja, mag de stad van de verwachten de komende jaren? Mijn portefeuille is bestaanszekerheid en leefbare wijken. En de Partij van de Arbeid vindt dat gigantisch belangrijk. Want het bestaan van mensen, als zij financieel hun dag door kunnen komen, rond kunnen komen in de maand, dat bepaalt of je fijn kan leven zonder stress. Dat je niet hoeft te overleven, maar dat je gewoon kan leven in je wijk. En daar gaat dit akkoord veel perspectief in bieden. Mensen die nu nog geen werk hebben of perspectief op werk, daar komt veel geld voor vrij om dat wel voor elkaar te krijgen. En die leefbare wijken, onder andere door ook in de wijken meer voor handhaving te zorgen en te kijken waar mensen nou echt last van overlast hebben, om dat ook gericht aan te pakken. Meer eensgezinde partijen die van nature meer bij elkaar liggen, dat was een beetje aan de partijkleuren die je bij elkaar zit ook wel te verwachten, denk ik. Zie je dat echt als iets positiefs? Je zou ook kunnen zeggen van, ja, soms is elkaar, juist als je ergens anders over denkt, elkaar scherp houden, ook wel weer gezond. Zeker, absoluut. Ik denk ook dat dat juist het belangrijke is van de democratie. En dat de gemeenteraad dat ook zeker zal doen. Ik verwacht ook niet anders. Maar dat, ik denk dat dat ook gewoon de komende jaren heel erg belangrijk is. En de stad gebeurt dat natuurlijk ook. Je hebt heel veel veelstemmigheid, veelzijdigheid nodig om te komen tot goede besluiten voor de stad, voor goede oplossingen. Maar het is ook wel belangrijk als je kijkt naar die crisis die ik net noemde, wooncrisis, klimaatcrisis, biodiversiteitscrisis, dat we daarin ook echt wel heel duidelijk ambitie uitspreken. Dat we zeggen, het is ook belangrijk dat we als overheid daarin regie nemen, dat we de eerste stappen gaan zetten. Dat we natuurlijk willen dat mensen mee gaan doen, maar dat we zelf ook de verantwoordelijkheid nemen om bijvoorbeeld fors te investeren in het vergroenen en een sociale stad. En dat is wat dit coalitieakkoord helpt. Gezin waarvan vader of moeder thuis komt met een fijn gevoel. Ik heb weer een baan, ik heb weer eer van mijn dag, ik heb weer zingeving. Dat is er één waarvan ik denk dat is al heel erg mooi. Kinderen hebben er wat aan, partner, de buurt. Hè. Dus als het om die getallen gaat, dan zeg ik niet van oh dat getal, dan is het geslaagd. Elk leven dat veranderd is, is wat mij betreft geslaagd. Maar ik vind ook, en dat willen we als college denk ik ook, dat we ook tempo moeten maken met zoveel mogelijk mensen aan het werk krijgen. En ook te kijken of er meer maatwerk is bijvoorbeeld, of experimenten om ook jongeren sneller aan het werk te krijgen. Ja, maar dat is misschien toch wel een beetje makkelijk. Dus dan zeg je, elk leven is er één, dat is ook wel weer zo. Maar je gaat wel miljoenen belastinggeld uitgeven. Dat is geld van ons allemaal. Dat moet goed besteed worden. Mensen aan het werken helpen is goed besteden. En als je nou miljoenen uitgeeft zonder al te veel resultaat, dan zit er natuurlijk ook niet zo op te wachten. Dus ja, welk doel heeft je voor ogen? Je moet altijd sober omgaan met belastinggeld natuurlijk. Dus we gaan het ook zo goed mogelijk besteden. Ik neem dat niet licht op. Hè. Het gaat echt wel, als je één leven verandert, dan verander je als het ware het leven van de hele maatschappij. Maar dat moet veel meer mensen het leven in betere zin gaan veranderen. En u mag maar over een jaar vragen, wat zijn dan de resultaten? Want dat wil ik dan ook zo snel mogelijk laten zien. Wat moet nou anders deze 4 jaar ten opzichte van de afgelopen 4 jaar? Nou, als je kijkt naar wat er speelt en wat ook al langer speelt, maar wat steeds belangrijker en urgenter wordt, is als je kijkt naar de klimaatcrisis die doorgaat, de woonkrisis.
mensen op zoek zijn naar een woning. Als je kijkt nu naar de energiecrisis, de oorlog in Oekraïne, zijn er echt een aantal opgaven waar we nu echt ook aan de slag moeten gaan. Vol met ambitie, ook positief en met vertrouwen dat dat gaat lukken. Maar wel heel duidelijk daarin ook echt die oplossingen die nu nodig zijn. In onze stad, maar ook daarbuiten. Er is straks geld beschikbaar om energiearmoede aan te pakken. Aan de ene kant door duurzame maatregelen, hè, door isolatie, energiecoaches, dat soort dingen. Maar ook komt er ook echt een soort wintertoeslag voor mensen die door de hoge rekeningen in de winter eigenlijk niet meer rond kunnen komen. Die gaan we helpen daarmee. Dat gaat heel veel mensen ook gewoon helpen in hun dagelijks bestaan. Want de energielasten zijn nu veel te hoog. We hebben ook op korte termijn dus maatregelen nodig. Gewoon extra geld voor die mensen die nu niet kunnen rondkomen door hun energielast. En hoe gaat dat eruit zien? Is dat geld voor elke Arnhemmer of alleen voor de minima? We moeten dat nog even goed gaan uitzoeken. We hebben ambitieuze plannen. En de komende weken komt ook van plan naar uitvoering. En dan kunnen we daar verder over praten. Er zijn nog een paar grote blokken waar u ook geld aan uitgeeft. Dat heeft over stadsontwikkeling 10 miljoen. Klimaatfonds nog weer een keer 15 miljoen. Klimaatadaptatie 12,5 miljoen. Zeg maar de dingen waar de gemeente invloed op heeft. Want een groot deel van de begroting heeft er gewoon invloed, geen invloed op. Hè, dus gewoon uitvoeren. Maar waar u nu echt voor kiest om geld voor apart te leggen. Dat zijn bijna allemaal euro's die u uit mag geven. Wat gaat u er allemaal mee doen? Nou, wat denk ik echt heel erg belangrijk is. Als je kijkt ook nu bijvoorbeeld naar de wooncrisis. Er zijn heel veel mensen die een woning zoeken. Met de alsmaar stijgende bouwkosten. Dat er echt projecten stilvallen. Daar moeten we ook echt als stad naar gaan kijken. Hoe gaan we zorgen dat die woningen echt gebouwd gaan worden? Hoe gaan we zorgen dat betaalbare woningen zijn? Dat dat in een prettige leefomgeving is. Het is heel erg belangrijk dat we dat op een goede manier doen. Dat we ook echt voor kwalitatieve oplossingen zorgen, kwalitatieve woningen. Nou, daar gaan we naar kijken. Hoe kunnen we daar stevige de regie pakken? Zonder daarin heel erg overgeleverd te zijn aan marktpartijen. Die toch daarin, en dat is ook heel logisch, financieel gedreven zijn. En wij staan natuurlijk voor een algemeen belang. Wat mogen we nu verwachten de komende 4 jaar? Ja, duurzaam doorgaan op burgerparticipatie. Binnenstad natuurlijk aardig blijven geven die nodig heeft. Erfgoed is natuurlijk een belangrijk onderdeel. Ja, en natuurlijk sport erbij gekregen. En openbare ruimte met afvalbeleid. Ja, dat zullen zeker de dossiers zijn die mij volop bezig gaan houden. Wat mogen we erop verwachten? Ja, dat het gesprek met de stad doorgezet gaat worden. Dat we 2 jaar gaan kijken hoe het gaat met het afvalbeleid. Dat we dat gaan evalueren. En dan de discussie met de stad aangaan. Kortom, de levendigheid en de betrokkenheid zoeken we op. En dat zal zeker ook zijn effect gaan sorteren. Ja. Wil u dan zelf woningen gaan bouwen? Of gaat u extra dat soort projecten financieren, hè, bij private partijen om tot andere woningbouw te komen? Wat bent u van plan? Nou, we zijn natuurlijk, gelukkig in Nederland hebben wij daarin wat betreft volkshuisvesting een heel goed systeem met corporaties. Die zorgen daarbij dat er goede woningen zijn voor een betaalbare prijs. En ook zorgen dat daar de juiste mensen in terechtkomen met qua inkomen. Dat is heel erg belangrijk. Dus we willen ook met hen, maar ook met alle andere ontwikkelaars in de stad kijken. Hoe kunnen we dat op een goede manier doen? En hoe kunnen we zorgen dat we uit die wooncrisis komen terwijl er nu ook een bouwcrisis is? En dat is echt wel een ingewikkelde opgave. Daar hebben we ook meer mensen voor nodig. Ook de bouwer heeft daar natuurlijk meer mensen voor nodig. De 2 keer per jaar gratis afval. Grof vuil. Ja, mensen moeten dan wel zelf opbellen. Mooie project. Normaal kost je dat 36,50 euro. Er is natuurlijk ook een vooral vanuit Arnhem Centraal verleden dat is gedacht over een kraakwagen. We vinden dit een beter alternatief. Het is een mooie pilot. We kijken of daarmee ook het grofvuil weer minder wordt, wat soms op buiten neergezet wordt. Je hoeft alleen maar te bellen en het wordt opgehaald. Nou, hoe mooi, hoe service project kan het zijn? U heeft er ook geld voor beschikbaar, 10 miljoen. Dus u gaat dat soort projecten eventueel co-financieren als dat nodig is. Nou, we kunnen daarbij in ieder geval kijken, is er co-financiering nodig? We willen in ieder geval voorkomen dat daar hele dure woningen worden gebouwd omdat ze anders niet uitkomen, markten technisch of qua financiën. Of dat er geen investeringen worden gedaan in het groen. Waardoor je eigenlijk hele sobere wijken krijgt. Waarvan wij vinden in deze stad, in deze mooie groene stad, dat er ook echt leefbare, gezonde, groene wijken moeten komen die natuurinclusief zijn en klimaatadaptief. Hoeveel afval kan er dan weggebracht worden? Is daar een max? Afspraak over. Dus 1 kuub, 1 been, dus een grote zak kun je dan neerzetten. Je moet het wel goed aanbieden. Wat nu ook al is, alleen nu betaal je er 36,50 euro voor. Mensen met een geld oppassen om dat niet te doen. En nu is het met een pilot voor iedereen de komende 2 jaar 2 keer gratis. U stelt dan naar het klimaatfonds, dus dat is prima. Kijk, afgelopen periode had u 10 miljoen hè, daarin. Nu bij elkaar, 15 miljoen klimaatfonds en 12,5 klimaatadaptatie. Laat ik maar zo zeggen, voor klimaatmaatregelen bijna 30 miljoen. Dat is natuurlijk fors meer. Wat mogen we verwachten? Ik denk dat dat een hele belangrijke opgave is en wat we gezien hebben met het klimaatfonds van de vorige keer is dat we bijna 100 miljoen aan investeringen hebben weten.
als je nu kijkt naar de enorme stijging van de energiekosten, Arnhemmers die hun energierekening niet kunnen betalen, dan vinden wij het heel erg belangrijk om, naast dat we ze daarin gaan ondersteunen, om de komende winter eventueel ook in de energierekening daar een tegemoetkoming voor te zorgen dat er structurele oplossingen komen. En we willen daarom ook in Arnhem aansluiten op het Nationaal Isolatieprogramma met een Arnhems Isolatieprogramma, waarin we echt op grote schaal gaan zorgen dat mensen in een beter geïsoleerd huis komen. Het is echt heel erg belangrijk om heel snel daarin maatregelen te nemen. Dat heeft u inmiddels leren kennen. Nu weten we ook een beetje wat u gaat doen. Onderwijs, jeugdzorg. Voor mijn mooie portefeuilles. Ik zag er niet heel veel extra euro's naartoe gaan. Hoe ziet u dat? Dat hebt u misschien nog niet helemaal goed gezien, want dat zit er wel degelijk in. Zowel voor de jeugdzorg hebben we gezegd, we willen de wachtlijsten oplossen en we willen nadruk leggen op het helpen van kinderen met acute problemen. Dus dat krijgt echt prioriteit. En zowel die volumestijging als de wachtlijsten, daar is geld voor beschikbaar gesteld. Cultuurcentrum in Zuid, ook wel de mensen van Arnhem Centraal heel erg volgens mij, maar u krijgt het in de portefeuille. Wat gaan we daar zien? Ik ben heel erg blij dat we deze afspraak hebben kunnen maken. Cultuur is natuurlijk echt heel belangrijk in Arnhem. Het is heel raar dat dat zo oneerlijk verdeeld is. Ik vind het heel mooi dat we nu, we hebben daarin ook al veel meer aan het kijken van hoe kunnen we zorgen dat we daarin ook bij de ontwikkelingen rondom Kronenburg wat meer een bruisend stadshart kunnen creëren. Daar is cultuur is daar gewoon brood nodig. Dus ik kijk heel erg naar uit om te zorgen dat we heel snel met een goed cultuurprogramma ook in Zuid dat toegankelijk maken en makkelijk wachtlijsten oplossen. Hoe gaat u dat doen? Ik wil eerst goed bekijken hoe zijn die wachtlijsten, hoe zitten ze in elkaar, waar zitten ze precies, welke vormen van zorg zouden kunnen helpen daarbij, want het zijn ook vaak verschillende organisaties die daarmee bezig zijn. Eerst is een goede analyse nodig en daar ga ik bekijken met mijn ambtenaren straks. Wat neemt u mee voor de stad? Nou, ik ben eerder wethouder geweest in Helmond, ook onder meer van financiën. Dus ik weet hoe het is om dat te zijn, dat te doen. De afgelopen jaren heb ik als Tweede Kamerlid geknokt tegen de wooncrisis. En ik denk dat ook mijn netwerk in Den Haag, dat echt waardevol kan zijn voor de gemeente Arnhem. Ja, ik kan me voorstellen, ziet u dat ook zo? In de gemeenteraad is ook pakje pas aan te oppassen, worden er voorstellen gedaan van ja, we gaan een briefje naar Den Haag sturen, we moeten lobbyen bij Den Haag. Dat type voorstel is hier heel vaak. Ook wel eens zeggen, ja, je gaat er niet over, waarom heb je erover? Dus zou dat kunnen helpen, dat u daar wat meer het netwerk heeft? Zeker, ik ken natuurlijk vrijwel alle Tweede Kamerleden. Ik ken veel ministers, omdat ik ermee heb samengewerkt. Dus dat helpt zeker. Volgens mij mijn kandidatuur is net bekend geworden. Weinig tijd gehad om op mijn telefoon te kijken. Maar ook al de felicitaties stromen binnen. En die komen ook veel uit Den Haag. En veel mensen die zeggen, ik wil graag op werkbezoek komen. Dus volgens mij gaat Arnhem daar echt wel plezier aan hebben. Onderwijs, wat bent u daar van plan? Op het gebied van onderwijs willen we vooral kijken naar hoe kunnen we de goede verbindingen leggen tussen verschillende soorten onderwijs. Ook bijvoorbeeld met jeugdzorg. Hè, want als je het hebt over speciaal onderwijs of gewoon ondersteuning op school. En als je kijkt naar de jeugdzorg, dan zie je dat daar ook overlap in zit. Hoe kunnen we dat beter verbinden? Hoe kunnen we het duidelijker maken? We kijken naar onderwijshuisvesting. De coalitie heeft gezegd, we willen graag één integraal huisvestingsplan voor heel onderwijs. Dus PO en voor VO tegelijk. We willen kijken hoe we de schoolgebouwen, maar ook andere gemeentelijke vastgoed kunnen inzetten voor verschillende activiteiten in de week, in de wijk. Zodat dat echt een centrale plek wordt waar mensen ook zich kunnen vermaken, waar ze verschillende activiteiten kunnen organiseren. Dus daar zijn verschillende lijnen die nog ingezet worden. Wonen, ook niet een kleine opgave. Ja, zeker. Wat gaat u dan doen? We gaan twee dingen doen op het gebied van wonen. We gaan 16.000 woningen bouwen, vooral in de bestaande stad, de komende jaren. Dus we sparen echt het groen, juist omdat het groen eigenlijk hetgene is wat Arnhem zo uniek en bijzonder maakt en wat zo gewaardeerd wordt. En we gaan huurders veel beter beschermen. Door bijvoorbeeld een verhuurdersvergunning in te voeren. Dus iedereen die dadelijk een huis verhuurt in Arnhem moet een vergunning hebben. Daarmee kunnen we ook huisjes melken als malefiede verhuurders tegengaan. En we gaan bijvoorbeeld ook de ondersteuning voor huurders gaan we verbeteren. Door het budget voor het huurdershuis te verhogen. Ja, dat zijn zeker mooie dingen. We willen ook vooral met z'n allen meer woningen. We komen allemaal tekort, we kunnen allemaal geen huis kopen. Ik zelf ook niet, maar gaat niet om mij. Maar goed, we zien dit allemaal. U zal zelf misschien ook een huis moeten zoeken in Arnhem. Wat gaat u daar dan doen? We gaan dus 16.000 woningen bouwen de komende jaren. Dat is een enorm aantal. We denken dat dat kan.
Maar dat betekent wel dat we met wijken goede afspraken moeten maken over hoe kunnen we dat op een manier doen dat de leefbaarheid er niet op achteruit gaat en eigenlijk dat we ook nog groen kunnen toevoegen. Nou, dat gaan heel intensieve gesprekken worden, maar we hebben gewoon een wooncrisis, we hebben meer woningen nodig. We willen ook het groen sparen in deze stad, omdat dat juist aan hem zo bijzonder maakt. Dus dat gaat een heel grote opgave worden, maar ik ben er echt vertrouwen in dat we dat kunnen realiseren. Nu is het ook zo, en ook Omroep Gelderland heeft daar wel verschillende reportages op gemaakt, dat er in Arnhem toch ook wel gewoon kinderen zijn die buiten de boot vallen als het om onderwijs gaat, vanwege niet een goede passende plek is. Is dat iets waar u zich druk om gaat maken? Dat is sowieso iets waar ik me al heel lang druk over maak en in Arnhem ga ik dat ook zeker doen. Ieder kind verdient de kansen voor een betere toekomst en dat begint volgens mij bij ouders thuis, maar dat begint ook in het onderwijs op het moment dat die ouders dat zelf niet kunnen. En daar heeft de school een belangrijke rol in en ik wil graag de scholen helpen om dat ook te bewerkstelligen. Hoe denk je dat te doen? Want voor sommige kinderen lijkt het onderwijs gewoon op dit moment niet goed ingericht. Er zijn heel veel verschillende soorten onderwijs, heel veel verschillende vormen onderwijs. En bij ene kind past het ene en bij andere kind past het andere. En ik denk dat je heel goed moet kijken wat... Maar het is nu niet voor iedere kind een passende plek. Dat is wel wat je voor mij moet constateren. Dat zou heel goed kunnen en daar gaan we goed naar kijken. En kijk, er zijn heel veel verschillende vormen. En de vraag is vooral, van heb je de juiste vorm voor dat kind gevonden? Dus ik denk dat dat de uitdaging is. Daar gaan we naar kijken. Dus dit is natuurlijk wel de fase, je praat over opgave en uitdaging. Maar dat lijkt me ook nogal wat. Je hebt en al het groen sparen en zoveel woningen erbij. Zeker. Gaat u dat doen? Ja, dat gaan we dus in overleg met wijken moeten doen. Maar er zijn natuurlijk in het verleden ook al een hoop plannen gemaakt die we kunnen uitwerken. Maar dat zou bijvoorbeeld kunnen dat stukjes bedrijventerrein wordt opgezet naar woningen. Dat we kijken in bestaande wijken of we woningen kunnen toevoegen. Maar we willen ook dat niet ten koste gaat van het groen. Dus dat gaat een heel grote opgave zijn. Maar we hebben meer woningen nodig. Dus daar gaan we wel echt volle bak voor. De auto komt er niet zo goed vanaf bij jullie in het akkoord. Dat klopt ook inderdaad. Op zich is het is wel de bedoeling natuurlijk dat Arnhem ook bereikbaar blijft. Maar we willen de groene bereikbaarheid stimuleren. Dus het gaat erom dat OV versterkt wordt. Dat het fietsen meer ruimte krijgt. We hebben bijvoorbeeld ook als het gaat over de OV voor de gebruikers van Geerlepas. Die kunnen straks voor 1 euro reizen. Dus daarmee maken we het voor hen ook makkelijker. Als het gaat over auto's, zeggen we van nou, we gaan de snelheden verlagen. Dat zie je eigenlijk ook als een trend, ook in andere steden in Nederland. Want we moeten ook echt wel van die fijnstof en van die herrie af. Elektrificatie van de auto die gaande is ook vanuit energietransitie. Nou, dat zetten we gewoon door. We kijken van nou, hoe kunnen we mensen helpen om meer schoner vervoer te hebben. Ook als het gaat over auto's die het echt nodig hebben. Maar ja, we kijken vooral naar openbaar vervoer en de fiets en andere innovatieve vormen van vervoer. Ik zou ook denken, het komt er bijna niet aan flink de hoogte in volgens mij. Het moet uit de lengte of de breedte komen. Zeker, dus ik denk dat je meer hoogbouw gaat krijgen dan we het verleden gehad hebben. Autorijden krijgt hij dat niet heel lastig? Moet ik bang zijn voor files en niet meer kunnen parkeren en dat soort dingen? Ik denk dat heel veel Arnhemmers sowieso veel meer kiezen voor duurzame vormen van vervoer. Veel mensen kunnen nu ook gewoon vanuit huis werken. Corona heeft heel veel nadelen meegebracht, maar dat is wel een voordeel. Is dat we bijna allemaal ook ontdekt hebben hoe we thuis kunnen werken. Dus die mobiliteit daar hoeft niet per se zo'n grote behoefte voor te zijn als dat hier was. En volgens mij vinden we het ook allemaal heel belangrijk dat we in een gezonde omgeving wonen. Naar school gaan, werken en die gezonde omgeving hangt voor een groot deel ook met dat autogebruik. Daar zijn heel veel Arnhemmers zich van bewust en daar zijn ze ook voor bereid om hun gewoontes wat aan te passen. Gaan we zien van u om dat tot een succes te maken? Nou, ik heb een portefeuille waar ik natuurlijk zelf verantwoordelijk voor ben. Die gaat voor een deel over de ambtelijke organisatie. Dat is wel de motor die het uitvoering van de besluiten van een college en raad mogelijk moet maken. Dus daar heb ik een rol in. Ik denk dat we dichter bij inwoners kunnen komen door inwonerparticipatie ook digitale vorm te geven. En te voorkomen dat je steeds met dezelfde mensen in gesprek bent als het gaat over inwonerparticipatie. Ik heb de portefeuille inclusie. Nou, dat lijkt me echt een geweldige uitdaging om daar in te duiken. En ik heb mijn portefeuille nog wel breder. GGD, publieke gezondheid zit erin, maatschappelijke opvang, vrouwenopvang, huiselijk geweld zit erin, internationale samenwerking zit erin. Dus dat is een hele brede portefeuille. Uiteraard zijn er nog 6 wethouders, hè, dus we hebben met z'n allen nog veel meer werk te doen. Ja, dat lijkt mij echt hartstikke leuk om dat met elkaar te doen. En wat ik daarin meebreng, denk ik, is dat ik denk te begrijpen hoe de verhouding werkt tussen een raad, college en organisatie.
dat in die samenwerking wellicht dingen beter kunnen, dat we dat sterker kunnen neerzetten. Maar vooral dat ik hoop bij te dragen in dit college dat we blijven keuzes maken met lef. En die durven uitleggen, ook als het moeilijk is of pijn doet. Ja, natuurlijk, milieu zo. Arnhem is volgens mij al best wel een hele groene stad. Wat moet er anders? We gaan de parken en de natuur meer ecologisch beheren. Dat betekent dat er meer ruimte komt voor de insecten, en zoals de wilde bijen. En dat is heel erg hard nodig, want daar gaat het heel slecht mee. En ik hoop dat Arnhem dus echt een voorloper wordt voor die biodiversiteit. Voor de rest ga ik me ook inzetten voor stadslandbouw. Want wij willen het eten, het voedsel dichter bij de mensen brengen. En zorgen dat we met de vrijwilligers in de wijken zelf voedsel gaan verbouwen. Zodat mensen verse groenten thuis kunnen gaan eten. Een stuk goedkoper dan in de supermarkt. En denk ik ook heel leuk om te doen. En met elkaar in de wijken sociaal bezig zijn. Digitalisering was ook voor Volt, hè? Uw partij, een belangrijk punt. Hè? Ze hebben zelf geopperd een wethouder voor digitalisering. Nou, dat bent u ook weer niet helemaal dedicated voor mij, maar is het wel in de portefeuille. Al eens beginnen, wat brengt u mee op dat gebied? Waarom bent u degene die Arnhem naar een beter digitaal systeem of omgang met digi brengt? Ja, vrij veel ervaring in hoe dat in gemeenteland werkt. Ik heb de digitalisering... Maar dat werkt voor mij juist vaak niet zo heel erg goed bij gemeentes. Ja, dat klopt. En daar moet je dus ook iets in veranderen. Daar gebeurt landelijk wat op, hè, met een hele common ground beweging... die ook vanuit de VNG, Vereniging Directeuren Publieksdiensten... en allerlei andere maatschappelijke instellingen wordt betracht. Maar we hebben vooral ook lokaal daarin wat te doen... We hebben een veel digitaler, toegankelijkere omgeving te creëren voor de gemeentelijke besluiten, de communicatie, alles wat op de website staat. Dat is niet alleen een verplichting die we hebben, maar ook een opgave. Want er zijn best wel veel medelanders, mensen in onze gemeente die moeite hebben om besluiten te begrijpen, om teksten van de gemeente te lezen. Om wat voor redenen dan ook. Dus dat is heel divers. Daar kun je wat aan doen. De zorg dat gaat de laatste jaren van kostenoverschrijdingen naar fraudegevallen, naar je afvragen of we wel de juiste dingen op de juiste plek doen. Daar is volgens mij best nog wel wat te doen. Hoe gaat u daaraan beginnen? Waar we mee moeten beginnen is goed kijken naar de contracten. Als die vernield worden, kunnen we dat anders gaan aanpakken. Kunnen we betere afspraken maken met die partijen, zodat er meer geld gaat naar de zorg en minder bijvoorbeeld naar de aandeelhouders. Ik denk dat een grote stap is. En voor de rest gaan we wel kijken naar wat de mensen nodig hebben. Hè. Dus ik ben ook portefeuillehouder WMO en ik denk dat het belangrijk is om zorg dichter bij de mensen te brengen. We hebben ook wat extra geld daarvoor. En het is een heel sociaal akkoord wat we gesloten hebben, waar we echt proberen te zorgen dat we dichter bij de mensen komen. Dus ik denk dat dat ook een belangrijk onderdeel is van deze nieuwe coalitie. Gemeenten hebben een echt heel lastige digitale complexe situatie. Dat is deels historisch gegroeid en deels zijn dat de keuzes die gemaakt worden. Maar gemeente is ook een veelkoppig monster. Met honderden taken, honderden applicaties die daar draaien. Enorme verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de gegevens van inwoners die heel precair zijn. Persoonsgegevens, gegevens over zorg, over uitkering, noem maar op. Ja, daar hebben we heel zorgvuldig mee om te gaan. En dat bij elkaar maakt die opgave complex. En mijn mening is dat heel veel gemeenten dat er een beetje bij doen als een soort noodzakelijk kwaad. En volgens mij is het een kans om daar steviger op in te zetten. En dat kost geld. Maar om het dan ook beter te kunnen doen. Ja, en ik ben geen IT-specialist, maar ik zit in dit vak al een tijdje. Daar horen soms hele complexe en ingewikkelde termen bij. Die ook voor een raad of voor een college best wel lastig te doorgronden zijn en gaat altijd over grote bedragen. Ja, ik zie het ook als mijn opgave en verantwoordelijkheid om dat toegankelijker te maken, om beter uit te leggen waarom dat zo is. Gemeenten zijn, net als banken en verzekeraars, echt data-gedreven organisaties. En dan moet je wel heel goed snappen hoe je met die data om kan gaan. En volgens mij kan dat beter. Waar denk je aan? Zorg dichter bij de mensen brengen? Krijg ik een soort zorgbuurthuizen of zo? Of wat voor plan heeft u? Nou ja, ik hoor toevallig een verhaal van iemand die buiten de gemeente de zorg moet gaan zoeken die echt nodig heeft. Ja, dat is eigenlijk wel heel erg jammer. Dus we moeten dat beter gaan bekijken. Hoe kunnen we dat dan hier organiseren? Dus ik denk dat dat echt wel nodig is. Mm-hmm. En ook beter kijken naar die zorgvraag. Wat is er dan nodig? En dat kun je alleen maar doen door in de wijken te gaan kijken, hè, met de wijkteams. Wat speelt er bij de mensen in de verschillende wijken? Want in elke wijk leeft er iets anders, is er iets anders nodig. En ik denk dat wij het college zijn om daar meer gericht naar te kijken. U zegt dat het kost veel geld, hè? Dat is voor mij ook zo. ICT-verandertrajecten kosten altijd heel veel geld. En overschrijden in de regel ook verschrikkelijk, hè? Dus ook dat. Ja. En als ik dan kijk, denk ik van voor de digitalisering en digitale dienstverlening krijgt u eenmalig in totaal 2 miljoen euro.
kun je toch heel weinig mee? Nou, het is niet zo dat er in Arnhem al geen geld was. En ook niet dat er al geen plannen waren. En ook niet dat het allemaal super, super slecht is. We zijn erover eens dat het, nou ja, we zijn erover eens dat het niet heel erg goed is. Er zijn ook heel veel incidenten geweest de laatste jaren met digitalisering. Nou ja, dat het kantje boord was, zeg maar. Dat we behoorlijk achterliepen. Zelfs, ik herinner me het moment dat bijna uitkeringen niet betaald werden vanwege digitale problemen. Dus er speelt wel wat. En dan denk ik, 2 miljoen eenmalig extra lijkt mij heel erg weinig voor de complexiteit die je net zelf beschrijft. Nou, dat is de vraag. Ik vind, het is ook niet altijd alleen maar een kwestie van geld. Het is ook een kwestie van keuzes maken en waar je wil veranderen. Misschien is dat zo, hè? Dus we hebben in ieder geval moeten beginnen met het meer toegankelijk maken van onze website. En daarin ook de digitale dienstverlening meteen de slag te pakken. We hebben ook 2 keer 5 ton, dus die andere miljoen, om te zorgen dat we de digitalisering versnellen. Nou, dat kan wat mij betreft door veel meer op big data en smart cities in te zetten. Daar is in Arnhem al middelen voor. Daarvoor wordt volgens mij op dit moment, maar ik moet er ook nog induiken, want zo goed ken ik de organisatie natuurlijk ook nog niet. Maar volgens mij wordt er op dit moment al heel veel beleid ontwikkeld op basis van de statistieken die met big data uit Arnhem worden gevonden. Nou, dat is hartstikke knap en ook heel belangrijk. Dan heb je ook een beetje inhoudelijke onderbouwing en objectivering van waarom je dingen doet. Mogen we al 4 jaar over op afrekenen? Waar wil u staan? Nou, dat we Arnhem groener gemaakt hebben. Meer aandacht voor de biodiversiteit. Dat we dus alle dieren een plek geven. Dat we een aantal zaken niet meer doen met dieren. En ik denk dat dat ook kan met dit college. Dat we zorgen dat voedsel dichter bij de mens komt. Dat we gezonder gaan eten. Meer plantaardig, minder vlees. En dat is ook beter voor het klimaat. En juist dat klimaat heeft een hele centrale rol gekregen in dit akkoord. Waarbij we met klimaatmaatregelen proberen die opwarming van de aarde tegen te gaan. We gaan bomen planten tegen de hittestress. En we gaan ook bijvoorbeeld mensen met de kleine beurs helpen om hun woningen bijvoorbeeld te isoleren. Zodat zij uit die energiearmoede komen. Wat mogen we van u verwachten? Ja. Laten we dan één thema eruit pakken. Want ik vind die portefeuille zo breed. Maar als het bijvoorbeeld gaat over inclusie. Ja, ik ben niet zelf onderdeel van de doelgroep die op inclusie zeg maar een achterstand heeft of een opgave heeft. En dat realiseer ik me heel goed. Daar heb ik iets in te doen. Maar niet alleen ik, volgens mij zijn alle mensen die zeg maar in de tegenwoordig de 7 vinkjes doelgroep wordt genoemd, hebben die allemaal iets te doen in het leren anders kijken naar waar ze zelf vandaan komen, met welke bevoorrechte positie je tot de mogelijkheden bent gekomen die je hebt gehad. En te beseffen dat je iedereen, elk mens, u is, dat de meeste inwoners helemaal niet zo'n goed beeld hebben van wie de wethouders zijn in de stad. En dat misschien ook niet eens zo belangrijk vinden. Maar voor de mensen met wie ik in contact ben geweest, hoop ik dat ze mij hebben ervaren als iemand die verbindend is, die open staat, die wil luisteren en die wil meewegen wat iedereen inbrengt en het liefst wil samenwerken en toch ook kan staan voor stevige keuzes waar dat nodig is. 4 jaar, als u de rit netjes uitzit, waar mag u op afrekenen? Wil u dat daar op uw periode teruggekeken wordt? Over 4 jaar en dan kijken we terug naar de start vandaag hier in het Huis voor de Wijk in Immerlo. Dan hoop ik dat voor meer mensen het dagelijks leven is veranderd omdat ze weer werk hebben. En dat vooral voor wijken als Immerlo er meer structureel jongerenwerk is. Dat jongeren hier niet de verleiding van drugs om zich heen zien, maar de verleiding van een baan, een mooie opleiding, echt iets moois maken van hun leven. En daar mag u mij over 4 jaar op afrekenen. Over 10 jaar, hoe gaat geschiedschrijver Roelofs over wethouder Roelofs schrijven? Wat mag er over u opgetekend worden over deze periode? Ja, ik hoop dat elke Arnhemmer een coalitie samen met de rest van de raad die het verschil heeft kunnen betekenen. Als we de stad wat beter maken op allerlei terreinen. Dingen die nu genoemd worden. Van gezonde lucht tot aan zeg maar meer biodiversiteit en klimaat aanpakken. Als we dat allemaal beter hebben gekregen, zal dat zeker een prominente plek krijgen in mijn boek. En dan zul je zien dat die stad enorm weer gaat veranderen in 10 jaar. Op 4 jaar, waar wil u staan? Waar mogen we u op afrekenen? Ja, dat is wel heel lastig te zeggen. Ik heb net wat gezegd over het onderwijs. Ik hoop dat we echt wel kinderen helpen om zich op betere manier te kunnen ontwikkelen. Die kansengelijkheid, dat die vergroot is. Maar naast onderwijs en jeugd heb ik ook nog behoorlijke ambities op het gebied van duurzaamheid. Als het gaat over economie en als het gaat over mobiliteit. In eerste instantie gaan we natuurlijk binnen die kaders van het coalitieakkoord plannen maken. Hoe gaan we dat bewerkstelligen? En ik hoop dat we aan het eind van de rit echt wel grote stappen hebben gemaakt. Gewoon u zelf, hoe hoopt u dat de stad op u terugkijkt, uw wethoudersperiode? Ja, ik hoop
zien dat ze gewoon zien hebben dat iemand met een groot Arnhems hart daar de stad probeert mee te besturen, samen met de Arnhemmers. Dat is een beetje een probleem in deze coalitie, Arnhems hart. Er zijn wel veel wethouders die van buiten de stad komen. Ja, die komen allemaal naar de stad, heb ik gehoord. Dus dat vind ik een mooie verhuizing. En je hoorde al Paul Smulders zeggen, het Arnhem-virus is al heel snel bij me gekomen. Dat gaat bij de anderen ook komen. Dus daar maak ik me helemaal geen zorgen over. Over 4 jaar, vanaf dat u in ieder geval de rit netjes uit gaat zitten. Waar wil u op terugkijken? Waar mogen we op afrekenen? Ik hoop dat we de wooncrisis echt voor een groot stuk hebben kunnen oplossen in Arnhem. Dus dat alle maatregelen die wij kunnen nemen, dat die effectief zijn geweest. En dat wonen echt betaalbaarder wordt. Ik hoop dat de stad veel groener geworden is. Dus nou, schoolpleinen zoals deze, die nog heel erg versteend zijn, dat moet gewoon groen worden. Iedereen moet fijn groen in zijn omgeving hebben. En ik hoop ook dat Arnhem een inclusieve stad blijft, een diverse stad en een gastvrije stad. Hoe hoop je dat zoals persoon terugkijken over 4 jaar? Dat ik deze opgave samen met Arnhemmers kan oppakken. Met heel veel organisaties en bedrijven in Arnhem. Volgens mij zijn heel veel organisaties en bedrijven ook al bezig met deze opgave. Zodat ik me daarop kan aansluiten en dat ik hen nog verder kan helpen. En ik hoop dat ze zich achteraf mij herinneren als iemand die heel betrokken was. En die goed luisterde, die rekening hield met hun belangen en daar ook wat aan deed. En dat ik er niet altijd alle wensen kon voldoen. Dat ze me dat dan niet kwalijk nemen. Want we hebben natuurlijk wel een doel met elkaar die we graag willen bereiken. Hoe hoopt u dat u als persoon, als wethouder terugkijkt? Ik hoop dat ze me heel toegankelijk vinden. Dat ze mij kan mailen. Dat ik snel ergens langskom als er vragen komen. En waar ik het meest naar uitzie is gewoon initiatief van inwoners mogelijk maken. Het is fantastisch om Tweede Kamerlid geweest te zijn. Om als een van de 150 mensen mee te mogen beslissen over de toekomst van Nederland. Maar dat is vaak ook wel heel erg abstract. En juist om in de wijken met mensen concrete dingen mogelijk te gaan maken. Daar kijk ik enorm naar uit. Dus ik hoop dat ze mij zien als een wethouder die er echt was van de wijken, van de mensen en ook wel van het groen. Want ik ben natuurlijk niet voor niks GroenLinks. En ik denk ook dat het vaak belangrijk is, als we terugkijken op bestuurders, dat dan vaak in herinnering veel meer dan wat je nou feitelijk gedaan hebt, achterblijft van wat was dat voor persoon? Hoe herinneren we hem qua karakter? Dat blijft voor mij vaak nog veel meer bij dan een beleidsnota die u geschreven heeft. Nou, mijn beeld is dat de meeste inwoners helemaal niet zo'n goed beeld hebben van wie de wethouders zijn in de stad. En dat misschien ook niet eens zo belangrijk vinden. Maar voor de mensen met wie ik in contact ben geweest, hoop ik dat ze mij hebben ervaren als iemand die verbindend is. Die open staat, die wil luisteren en die wil meewegen wat iedereen inbrengt. En het liefst wil samenwerken en toch ook kan staan voor stevige keuzes waar dat nodig is. Hoe hoopt u dat ze u als persoon herinneren als u hier 4 jaar geweest bent straks? Nou, ik denk dat ze altijd bij mij kunnen aankloppen als het onderwerp betreft bijvoorbeeld voor dierenwelzijn. Dat ik daar altijd ruimte voor ga vinden om daar initiatieven te ondersteunen. En ik denk dat dat wel een belangrijk thema voor ons is. Maar dat is weer inhoudelijk, hè? Ik bedoel, wat wil je voor persoon zijn? Ja, wat wil ik voor persoon zijn? Ja, ik wil een voorbeeld zijn om hoe we met de natuur, met dieren en milieu omgaan. Dat we daar heel zorgvuldig mee moeten zijn. En als persoon, ja, iedereen die mij kent, die vindt mij toch standvastig. En dat ben ik ook. Maar ook wel meegaand. Ik ben ook wel mens met gevoel. Ik kom natuurlijk op voor de zwakkere waarden. En of dat dan dieren zijn of bijvoorbeeld kinderen. Die krijgen bij mij altijd een warme plek. Dus dat komt wel goed, dat rest. Nou, ik heb een baby thuis en 2 konijnen, dus ik vind het goed om te horen. Ja, dat is zeker mooi, maar zeker daar, dat zijn de toekomstige generaties, daar moeten we heel goed mee omgaan. Over 4 jaar, ja, dan bent u inmiddels 8 jaar wethouder geweest. Waar nog wil je op afrekenen? Waar wil je op terugkijken? Nou, naast dat groen en klimaat een heel belangrijk onderdeel zijn, is van mijn portefeuille. Ga ik ook bezighouden met Arnhem Oost. Dat is natuurlijk een langjarige aanpak. We hebben ook gezegd, daar hebben we echt die generatie voor nodig. Ik vind het in ieder geval heel erg belangrijk dat in al die afspraken die we hebben gemaakt, al die ambities die we hier nu neerleggen, dat we straks ook kunnen laten zien aan de Arnhemmer wat dat heeft betekend voor de directe leefomgeving van Arnhem. En dat ook echt duidelijk is dat dat niet op het papier is gebleven, maar dat de woningen schoner zijn, beter geïsoleerd, gezonder zijn, dat de leefomgeving prettig is, de leefbaarheid ook beter is van heel veel wijken, dat kinderen met betere kansen, meer kansen opgroeien in wijken, dat die tweedeling in de stad echt is aangepakt en dat daar een goed begin aan is gemaakt, daar kan deze coalitie zeker op afgerekend worden.